Jos, een heel druk bezochte bijeenkomst vanavond in de schaatshal. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we zijn vanavond bezig met de introductie van de nieuwe website waar we alle acties voor de 333 meter baan op introduceren. Voor de verenigingen? Voor de verenigingen. We doen dit uiteindelijk samen met de regioverenigingen. We willen ook in de regio aan de slag en daarnaast doen we die actie ook in Leiden. In totaal hebben we een verzorgingsgebied van meer dan 600.000 mensen. 333m.nl? Ja, inderdaad, 333m.nl. Ik kan het niet voldoende herhalen, de website en de Facebookpagina waar alle acties op staan. En ja, die acties, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Want je hebt net een uur ongeveer gepraat. Althans, met een aantal medestanders met alle verschillende ideeën die jullie nu al hebben. Ja, ik zal het proberen allemaal te achterhalen en samen te vatten en hoop dan ook compleet te zijn. We hebben een nieuwe groene obligatielening, waarin mensen geld kunnen lenen aan de stichting voor dat doel. We laten mensen zonnepanelen doneren. We zouden de eerste energie-neutrale all-electric ijsbaan van Europa krijgen. We hebben een crowdfundactie waar we 6500 vierkante meter symbolisch ijs verkopen. Dat doen we samen met de verenigingen en ook de kinderen van de verenigingen. Dan starten we medio mei een online loterij onder controle van de AFM. En daarin zullen we uitkeren in september, oktober ongeveer. En die datum is ook niet voor niks, hè? Want 1 oktober is een belangrijke deadline. Ja, 1 oktober is de deadline dat het definitieve raadsbesluit genomen wordt om of een 333 meter baan of een 250 meter baan te gaan bouwen. En voor die tijd moeten jullie dus al je acties doen, maar ook de gemeente in de regio overtuigd hebben. Ja, inderdaad. Die gesprekken met de regio die lopen. Het probleem wat we daar hebben, dat er aan de gezevende verkiezingen tussendoor komen. Maar er is voor die tijd al heel veel gebeurd. En als ik de stand van zaken vandaag de dag opmaak, dan weten we in ieder geval dat heel veel gemeenten er positief in staan. Maar voor de besluitvorming moet je even wachten tot na de verkiezingen. Ja, inderdaad. Waarschijnlijk een nieuwe gemeenteraad moet uiteindelijk dat besluit nemen. Via Facebook gaan jullie ook heel veel doen, hè? Ja, via Facebook. We hebben ook een nieuwe Facebookpagina, ook weer onder dezelfde naam, 333m.nl. Daar zullen alle laatste actuele feiten opkomen van de acties waarmee we bezig zijn. Alle nieuwigheidjes. Het kunnen kleine acties zijn, het kunnen regionale acties zijn. Maar het kunnen ook acties zijn over het totale verzorgingsgebied. En wat natuurlijk leuk is, er staat een teller op die site, dus iedereen kan meekijken hoe het gaat met de acties. Ja, inderdaad, er staat een teller op en die uiteindelijk moet leiden tot de stand 3,2 miljoen. Want dat is wat we nodig hebben om het verschil tussen 250 meter baan en 333 meter baan te kunnen financieren.